Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat er gesprekken lopen tussen zijn departement en het ministerie van Justitie en Politie. De reden hiertoe is de informatiestroom over mogelijk negatieve reisadviezen naar Suriname. Hij merkt op dat de toerismesector de handen ineen moet slaan om de huidige uitdagingen aan te gaan. We hebben in elk geval vanuit het ministerie en met de sector hier proberen we met, of zijn we in gesprek met onder andere Juspol om zaken die invloed hebben op de sector, dat we die gezamenlijk aanpakken. En we bevelen natuurlijk ook de sector aan ons alle informatie, of ons van alle informatie te voorzien, zodat wij ook daarop kunnen inspelen. Wat de buitenwereld daarover zegt, daar kunnen we natuurlijk, dat is hun, hun beleid, daar gaan we geen invloed uitoefenen. Alleen vanuit onze kant, vanuit Suriname zelf, kunnen wij door gezamenlijke inspanning ervoor zorgen dat dat gedeelte niet in gevaar komt. Alleen, ja, de situatie is nou een, we moeten nou eenmaal dealen met een bepaalde situatie. Wat natuurlijk aan de ene kant heel vervelend is, jammer. De bewindsman zegt verder dat de belanghebbende autoriteiten en sectoren alle zeilen bij moeten zetten om vorderingen te boeken. Hij stelt dat het duidelijk moet zijn dat de toerismesector nog steeds een duw in de rug nodig heeft om stappen te zetten richting groei. De minister wilde niet ingaan op de explosieve stijging van de ticketprijzen van de KLM voor vluchten naar Suriname. Er zijn verdragen, overeenkomsten. Laat me daarmee beginnen. Het wegvallen van een of het verminderen van een aantal vluchten op een bepaalde route creëert natuurlijk, heeft invloed op vraag en aanbod. En daarom is het een open markteconomie op dat gebied. Dus daar hebben we geen invloed op. En daarom juist proberen wij als regering alles eraan te doen dat de samenleving een optie heeft om betaalbare transport te hebben richting andere landen in de regio en op de Mid-Atlantische route. Maar op prijzen hebben wij natuurlijk geen invloed. We hebben aan de ene kant zeker een aandachtspunt, maar ik wil al niet voor mijn beurt praten alvorens we zeker ook met de ASRA onder andere en luchtvaartmaatschappijen hebben gesproken. Jubitana zegt tenslotte dat vooral de Surinaamse bedrijven de potentie hebben weer op hun poten te moeten gaan staan. De potentie die er is, moet gebruikt worden om de parastatale sector tot bloei te brengen.